Barbara Losheid, de captain van ADO Den Haag. Ja, die eerste reactie op het jammerlijk verlies. Ja, het is heel jammer. We hebben er keihard voor gewerkt. En je ziet op een gegeven moment dat je wel iets tekort gaat komen. Dat je even niet scherp bent. Ja, dat is gewoon heel jammer. Was het een moeilijke wedstrijd? Ik denk dat wij daar heel erg naartoe hebben geleefd. We hebben er heel erg op getraind. We wisten wat we moesten doen. Tweede helft gaat Ajax het net iets anders doen. Ja, dan zie je dat we het even in het begin heel moeilijk hebben. En dat moeten we oppakken. Ja, dat duurt wat langer. Daarom heb je af en toe net het moment dat je niet scherp genoeg bent. Waardoor ze wel vallen. Kijk je het zelf op terug? Ja, op zich heb ik een prima wedstrijd gekiept. Jammer dat je er twee tegen krijgt, want je wilt uiteindelijk wel de nul houden. Maar ik denk dat ik zelf wel tevreden kan zijn over wat ik heb laten zien. Dat is hem eigenlijk. Ja. Ga je dan een beetje met opgeven hoofd toch weer terug naar de pool om daar proberen het beste uit te halen? Of baal je gewoon als je stek als sporter dat er toch iets meer had in gezeten? Kijk, tuurlijk baal je op zo'n moment. Je wil altijd winnen, je wil altijd het hoogst haalbaar eruit halen. Maar aan de andere kant moeten we ook kijken, we hebben tegen Ajax gespeeld. Als we dit op kunnen brengen tegen Ajax, moeten we het ook tegen de andere op kunnen brengen. Ja, dan is het gewoon kop omhoog en in die andere pool gewoon volle bak er tegenaan knallen. Oké, ik zou zeggen, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Ja, oké.